Hoi, ik ben Joep van der Vorst, projectleider Nieuwbouw en ik ga je meer vertellen over het vervangen en schoonmaken van de ventilatieunit filters. Als eerste trek je de stekker uit stopcontact. Verwijder beide filterkappen. Haal de filters uit het ventilatieunit door aan de twee lipjes te trekken. Maak de filter voorzichtig schoon met een stofzuiger. Na een half jaar kun je de filter weghalen, verwijderen, vernietigen en plaats je de nieuwe filter terug in de ventilatieunit. Na het schoonmaken of vervangen van de filters zet je de kapjes weer terug op de ventilatieunit. Als laatste plug je de stekker weer in stopcontact. Eén keer per jaar zal de installateur langskomen voor onderhoud en om de filters nogmaals te vervangen. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact op met het onderwijs.